gezellig. Hoe ging het, eerste avond? Ja, het was echt de eerste avond, na lange tijd gelopen te hebben. Ja. En, het voelt gezellig, leuke sfeer, veel mensen en iedereen lekker enthousiast. Het is natuurlijk, ja, omdat het de eerste avond is, heeft iedereen ook barstensvolle energie. Ja. Maar ik verwacht de volgende avonden met dit mooie weer, kan niet misgaan. Het weer is echt perfect voor loopactiviteiten. Ja. Absoluut, ja. En dit stukje, ja, nog moeilijke momenten gehad of is het voor u niet zo'n heel grote afstand? Nou, we hebben 6 kilometer gelopen en dat is voor jong en oud goed te doen. U bent van de scoutinggroep Titus Bransma uit Schalkaan, Kolmsgraat. Kolmsgraat, dat blijft Kolmsgraat, ja. Achter de scherg zitten we. En hoeveel mensen zijn jullie vandaag vertrokken? Als het goed is, een man of 30. Ja. En er is veel animo om deel te nemen aan de Vierdaagse? Ja, behoorlijk veel. Ja, maar het zijn ook natuurlijk kinderen die met school meelopen of met andere verenigingen. Ja. Dus het splitst zich een beetje. Maar over het algemeen, elk jaar toch wel een vast ploegje. Thank you.